mensen, wat ontzettend leuk dat je ook deze week weer kijkt naar het shotje van de week. We zijn vandaag inderdaad weer achter de bar bij Knallen Maries. Hey, en wat voor lekkers ga ik maken vandaag voor jullie? We gaan een Groninger appelsiroop maken. Nou, wat hebben we daarvoor nodig voor de Groninger appelsiroop? Natuurlijk, siroop hebben we daarvoor nodig. Hebben we daarvoor nodig de Jack Daniels Honey. Dus niet de gewone Jack Daniels, nee, die met honing smaakt, die lekkere zoete. En we hebben daarvoor nodig de apfelkoren. En, ik zou het bijna vergeten, wij hebben daar ook voor nodig... Tada, een viltje. We moeten namelijk de boel even een beetje schudden zometeen. Maar dat is straks pas. We gaan eerst de boel allemaal bij elkaar gooien in het welbekende shotglas. We beginnen met de siroop. En daar moet je echt maar een heel klein beetje van gebruiken. Want siroop is heel zoet. Dus als je ook maar even uitschiet, dan smaakt je hele shotje in een siroop. En dan is het niet te zuipen. Dus echt maar een heel klein druppeltje. Ik ging bijna al te ver. Nou, ik gooi er een beetje uit. Ik gooi er een heel klein beetje uit zo. Een heel klein beetje zo. Kijk. Even een beetje snoepen, hè? Dat mag. Nou, dan doe je de Jack Daniels Honey doe je erbij. En de Jack Daniels Honey mag ongeveer tot de helft. En dan de andere helft vul je met de apfelkoren. Eigenlijk iets minder dan de helft, dat er nog een heel klein luchtlaagje overblijft. Zodat als je het viltje erop doet en je gaat schudden, dat het dan ook lekker door de waag gaat. Want als je hem helemaal vol doet en je gaat schudden, ja, dan ben je nog niet de boel door elkaar heen aan het mixen. Dus lekker schudden, lekker door elkaar, zodat de siroop, de apfelkoren en de Jack Daniels Honey in één hele grote massa in het shotglas zit. En dan heb je een heerlijke Groninger appelsiroop. Ik zeg mensen, proost!